Justitie komt op z'n vroegst morgen met een strafeis in de zaak van de drievoudige moord in Zwijndrecht vorig jaar. Terecht staat een 26-jarige man. Hij wordt ook verdacht van een moord in zijn woonplaats Helmond. De man uit Rusland legde eerder dit jaar een bekentenis af. Hij gaf toe dat hij in mei vorig jaar in een huis aan de Langeraarstraat in Zwijndrecht een moeder en haar twee dochters om het leven had gebracht. De man was de ex-vriend van het jongste slachtoffer. De vader van het gezin raakte zwaar gewond. En bij de rechtbank in Rotterdam staat verslaggever Sanne Tijn. Sanne, voor de vader van het vermoorde gezin werd het vandaag allemaal te veel. Ja, het was dus op zich natuurlijk al heel bijzonder dat hij erbij was vandaag. Hij heeft via het balkon weten te ontsnappen en is zwaar gewond geraakt. Vandaag, toen de verdachte begon te vertellen over het moment dat hij de woning binnenkwam en begon te schieten, ja, toen werd het hem te veel. Hij is flauw gevallen en er moest een ambulance worden gebeld. En hoe het met hem is, dat weten we niet. We weten wel dat hij de rest van de zitting er niet meer bij zal zijn. En wat voor indruk maakte de verdachte, die dus bekend heeft dat hij 4 moorden heeft gepleegd? Ja, de verdachte maakte een beetje een warrige indruk. Hij kwam niet goed uit zijn woorden, hij was ook slecht te verstaan. En hij gaf ook allerlei tegenstrijdige verklaringen. En als hij echt moeilijke vragen kreeg, dan was eigenlijk het enige antwoord wat hij kon geven. Ja, dat weet ik niet meer. En had hij zelf een verklaring voor zijn daden? Nou, over het meisje in Helmond zegt hij zelf, we kregen ruzie en ik had een woedeuitbarsting. Over het gezin in Zwijndrecht zegt hij, het is mij ook een raadsel wat er gebeurd is. Opeens was ik het kwijt, ik wist niet meer wat me overkwam. Het leek alsof iemand anders in mijn lichaam was getreden. Ik was mezelf niet, dat is wat hij verklaart over wat er in Zwijndrecht gebeurd is. En vanavond en morgen gaat de zaak dus weer verder. Sanne Tijn, dankjewel. En dan een andere rechtszaak, want in Dordrecht stond vanmiddag de voormalig psychotherapeut Pieter van Stijn voor de rechter. Justitie beschuldigt hem onder meer van het verspreiden van gegevens van patiënten. De zaak kwam aan het rollen nadat 24 oud-patiënten en ex-medewerkers een zwart boek opstelden over dubieuze behandelingen van de psychotherapeut. Uiteindelijk is Van Stijn uit zijn ambt gezet omdat hij volgens het Centraal Tuchtcollege in strijd heeft gehandeld met de beroepscode voor psychotherapie. Justitie wil Van Stijn vervolgen voor smaad en laster tegen 24 oud-patiënten van wie hij alle gegevens openbaar maakte op internet en door publicaties op een winkelruit. En bij de rechtbank in Dordrecht staat onze verslaggever Jan-Roelof Visser. Jan-Roelof, justitie wilde al eerder een rechtszaak tegen Van Stijn en dat mislukte. Hoe groot is dan de kans dat het nu wel slaagt? Nou ja, de dagvaarding is uitgebreid. Er staan meer zaken op. Hè. Het openbaar maken van die patiëntgegevens. Maar ook het stalken van een ex-patiënt. Het slaan van, het mishandelen van een medewerkster. En het doen van valse aangifte. Nou, de rechtszaak begon ook gewoon vandaag. Maar niet inhoudelijk. Van Stijn zei gelijk bij het eerste woord dat hij 45 getuigen wilde oproepen. Dat zijn natuurlijk heel veel. De 24 oud-patiënten en oud-medewerkers. Maar ook 20 mensen die al die aantijgingen kunnen weerleggen. Nou, de rechter heeft zich daarover gebogen en heeft besloten 13 mensen te laten getuigen. Dat betekent wel dat er weer echt een flinke vertraging wordt opgelopen. Die getuigen moeten allemaal gehoord worden door de rechtercommissaris. Dus ik denk dat er weken, misschien wel maanden vertraging wordt opgelopen. En Jan-Roelof, hoe reageerde Van Stijn vandaag? Ik ben de hele tijd naar hem zitten kijken toen de rechter aan het woord was. En het is nog steeds een man die vindt dat hij alleen maar gelijk heeft. Die de regie in eigen hand wil houden. Hij weide heel erg uit, betrok allerlei andere zaken bij zijn rechtszaak. Vindt dat hij nog steeds meer aangifte had mogen doen. Waarop het OM zei van, je hebt al zoveel aangifte gedaan. Sommige waren gewoon te algemeen, daar konden we niks bij. En op andere momenten vroegen we om nadere uitleg. Dan maakt u gebruik van uw zwijgrecht. Ja, hij maakt nog steeds een hele strijdbare indruk. Ja, wordt vervolgd dus. En Jan-Roelof, dankjewel. En zometeen in deze uitzending, Cor Kraat gaf kleur aan Rotterdam. Hier stond daar een vrouw met een klein kind. Toen zegt die vrouw, die begint tegen mijn moeder te praten. Die zegt, joh, ik heb zo'n problemen met dat kind. Die wil alleen maar met een beschilderde tram. Kijk. En dat dus zometeen. De Vlaardringer Erik Jan Q stond vandaag in hoger beroep terecht voor het beramen van aanslagen. Q zou onder meer chemicaliën hebben verzameld in zijn woning met de bedoeling daar bommen van te maken.
De 41-jarige Erik Jan Q is geen onbekende van justitie. Eind jaren 80 pleegde hij overvallen op grenswisselkantoren in onder meer Hoek van Holland en Rotterdam CS. In 2001 ontsnapte hij uit de gevangenis de Schie in Rotterdam. En toen hij in 2007 weer werd opgepakt, bleek dat hij niet had stilgezeten. Volgens justitie stond hij op het punt een reeks nieuwe misdrijven te plegen. En op de redactie is rechtbankverslaggever Paul Verspeek. Die nieuwe misdrijven, dat zijn dus aanslagen. Maar tegen wie zouden die dan zijn gericht? Ja, tegen objecten, zoals Hotel New York in Rotterdam, ook de rechtbank in Rotterdam. Verder denkt justitie dat hij het op de Botlek had gemunt en de hoge snelheidslijn. Maar baseren ze dat op plattegronden die bij hem thuis zijn gevonden van die gebouwen en die objecten, ook foto's. En verder de chemicaliën, zoals hij zei, die op de zolderkamer in de Boelstraat in Rotterdam-Zuid, waar hij een tijdje verbleven heeft, zijn gevonden. Met die chemicaliën kan je bommen maken. En als je dan ook nog erbij voegt dat er een kogelvrij vest en een bivakmuts en een doorgeladen wapen zijn gevonden. Dat zeg maar de hele constellatie aan spullen bij hem thuis op die zolderkamer. En dan zegt justitie, deze man die stond op het punt echt om aanslagen te plegen. En heeft u dan zelf nog wel een verklaring voor het verzamelen van al die spullen? Ja, nou, en of als er iemand praat in de rechtszaal, is het wel Erik Jan Q. Met een brede glimlach pareert hij eigenlijk alles. Hij heeft overal een antwoord op. Hij zegt, ja, bommen, dat klopt, rookbommetjes of luchtpijlen. Van die vuurpijlen die je kunt afschieten als je in nood bent. Want, zegt hij, ik gaf survival kampen in de Ardennen. En dan moet je mensen leren om vuur te maken. En ook als ze in nood zijn, wat ze dan moeten doen. Ja, die plattegrond en die foto's dan. Ja, ik ben gewoon een liefhebber van architectuur en ik fotografeer heel veel. Nou, zo had hij eigenlijk op elk stukje bewijs, zeg maar, had hij wel een antwoord. Ook volle overtuiging dat hij vrijgesproken wordt. Dat gaat overigens nog wel even een tijdje duren. Het is een lang proces van meerdere dagen. Dus dat weten we waarschijnlijk pas over een maand. Paul Verspeek, dankjewel. Alle kantoren van de dienst SOZAWE in Rotterdam zijn vanmorgen een aantal uur gesloten. De reden daarvoor was een telefoontje dat een werknemer van de locatie in Delfshaven had ontvangen over een bedreiging. Dichte deuren bij het kantoor van de dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan het Heiman-Dullaardplein. Rond 10 uur kwam er een telefoontje binnen. Een persoon waarschuwde dat een man bedreigingen had geuit aan het adres van de sociale dienst. Daarop werden alle 4 locaties van de dienst afgesloten. Ik hoorde iets over een bedreiging of zo. Toen ging er eens een vuurwapens halen. Dat is geroepen? Ja, ik heb het zelf niet gehoord hoor, maar dat schijnt, we mochten niet meer naar buiten zo. Waar precies mee werd gedreigd, wil SOZAWE niet zeggen. Het was een vervelend telefoontje en uit voorzorg hebben we het hele pand gesloten. De politie is gebeld, gealarmeerd. En in overleg met onze managers hebben we toch alle kantoren van SOZAWE Rotterdam gesloten. En het onderzoek die is nog gaande, dus we weten ook niet wat eruit gaat komen. Maar het moet wel een heel vervelend telefoontje zijn. Willen jullie echt alles dichtgooien, lijkt me? Ja, klopt. Dat is ook uit veiligheid. Hè. Er werken heel veel mensen bij de sociale zaken. En preventief hebben we toch besloten om alles even dicht te gooien. Enig idee of het een bekende was van sociale zaken? Ik heb geen flauw idee. We hebben het ook in de groep bij de medewerkers gegooid of iemand wat geks heeft meegemaakt, maar helemaal niks. Alle locaties van de dienst zijn rond 12:30 weer opengegaan. Over de identiteit van de man die de bedreigingen heeft geuit, kan de politie niet zeggen. Er is nog niemand aangehouden. Voetbalclub Feyenoord wil niet meewerken aan een onderzoek om de huidige Kuip alsnog te renoveren. Vandaag leverde een gesprek tussen de initiatiefnemers van Red de Kuip en de stadiondirectie nagenoeg niets op. Volgens Red de Kuip wil Feyenoord het eisenpakket voor het nieuwe stadion niet geven en mogen ze de Kuip niet in om metingen te kunnen verrichten. Misschien wel een van de laatste pogingen vandaag om de huidige Kuip ook in de toekomst te behouden. In tegenstelling tot Feyenoord willen de initiatiefnemers van Red de Kuip de huidige Kuip renoveren. Een derde ring, meer skyboxen en dat voor ongeveer 120 miljoen euro. Een derde van de kosten voor een nieuw stadion. Maar meewerken wil Feyenoord niet. De nodige informatie wordt niet gegeven. We hebben ook toestemming gevraagd om de Kuip te kunnen bezoeken. Om ons plan aan de praktijk te kunnen toetsen. En eventueel met experts om metingen te kunnen verrichten. Maar dat hebben we ook nog niet gekregen. Dus we hebben eigenlijk heel weinig gekregen, vind ik. Feyenoord en de stadiondirectie willen vandaag niet reageren. Ze lijken zich volledig te concentreren op nieuwbouw. Renovatie is een gepasseerd station. Dat gevoel hadden we natuurlijk al, anders waren we niet met ons eigen plan gekomen. En dat gevoel is alleen maar bevestigd eigenlijk. Toch kan de druk vanuit de Rotterdamse politiek de komende weken nog behoorlijk gaan toenemen. De gemeenteraad moet uiteindelijk besluiten over een nieuw stadion. Ik kan me wel voorstellen dat de directie van Feyenoord zegt van laten we nog even met dit project van de kant gaan. Dan vaak nooit variant en geen stoorzenders van nog een variant tegen het licht houden. Ik begrijp dat wel, maar ik hoop ook dat de directie van Feyenoord begrijpt dat er toch een breed maatschappelijke beweging op gang is gekomen in deze stad. Ook in politiek Rotterdam. Waarbij we zeggen, kijk nou eens echt een keer serieus naar je.
Ondertussen stijgt het aantal steunbetuigingen voor Red de Kuip. De petitie op internet is door duizenden mensen ondertekend. Want is een nieuw stadion de beste keuze voor Feyenoord? Ik maak me daar als Feyenoord supporter zorgen over. En met mijn 14.000 andere ondertekenaars. En we willen daar gewoon meer inzicht hebben. Voordat er überhaupt doorgang vindt met een nieuwbouw, moet het gewoon duidelijk op tafel zijn. Transparant zijn. En dat is wat wij als van Red de Kuip doen. Gewoon open en transparant. We hebben niks te verbergen. En dat is hetzelfde vragen we eigenlijk aan de directie van de Kuip. En voor het laatste sportnieuws staat op de redactie Ruud van Os. Ruud, het bekervoetbal staat op het punt van losbarsten. Inderdaad, vanavond is het de beurt aan Sparta en Excelsior. Morgen 3 regionale amateurclubs, Dordrecht en Feyenoord. De Rotterdammers van Zuid gaan op bezoek bij NEC. Doen dat uiteraard zonder Joris Matthijssen. Die heeft een hamstringblessure, maar gelukkig valt die blessure mee. De verwachting is dat het meevalt. Ja, meevalt. Wat is meevallen? Maar niet de periode wat er voor een spierscheuring staat. Dus dat zal absoluut korter zijn. Morgen, NEC, hoe belangrijk is dat voor jullie? Ja, heel belangrijk, want het is de kortste weg naar succes. En ja, daar willen we zo ver in komen en dat begint morgen. Ga je nu ook iets veranderen na zondag? Ja, we spelen niet met hetzelfde elftal. Oké. Kun je daar meer over zeggen? Nee. Nou, dat is duidelijke taal. Gisteren is de loting van de RTV Rijnmond Cup verricht. En hoeveel ploegen hebben ze zich dit jaar ingeschreven? 148 herenteams doen er aan mee. Geen record. Verder ook veel damesteams en jeugdteams. Het RTV Rijnmond Cup toernooi is dit jaar ook uitgebreid met G-voetbal. Dit is de cup waar het allemaal om draait. Barendrecht, Jodan Boys en Smitshoek hebben hem al een keer gewonnen. En 145 andere eerste elftallen willen de beker ook graag een keer mee naar huis nemen. Voor de loting van de eerste ronde van de RTV Rijnmond Cup kwamen vertegenwoordigers van de deelnemende clubs gisteravond naar de burgerzaal van het Rotterdamse stadhuis. De loting werd onder meer verricht door sportwethouder Antoinette Laan. Voetbal is voor iedereen. Er doen ontzettend veel teams aan mee. Heel veel betrokken bestuurders, heel veel verenigingen. En dit is een mooie ambiance om ook als stadhuis aan te geven dat je hier echt waarde aan hecht. Dat zoveel mensen op deze manier prettig met elkaar sporten. Naast de RTV Rijnmond Cup voor eerste elftallen zijn er ook aparte toernooien voor dames, jeugd en sinds dit jaar ook voor gehandicapte voetballers. Het totaal aantal deelnemende teams komt daarmee op ruim 400. Op 8 juni van het volgend jaar zal tijdens de grote finale dag op Varkenoord duidelijk worden welke teams er dit seizoen de sterkste zijn. En dan gaan we nog even terug naar het bekervoetbal, want Radio Rijnmond is daar vanavond uiteraard live bij. Vanaf 8 uur te beluisteren Sparta, AGOVV en ONS Sneek Excelsior. Dankjewel Ruud van Os. Hij wordt wel de cowboy van de havenstad genoemd, Cor Kraat. De beeldend kunstenaar die in de jaren 60 het in wederopbouw verkerende grauwe Rotterdam kleur wilde geven. En dat deed hij. En ook al is hij misschien niet bij iedereen bekend en inmiddels zijn wildste haren kwijt, zijn kunstwerken kom je overal tegen. Tentoonstellingsruimte Las Palmas vindt het hoog tijd voor een overzicht met foto's en maquettes. Rotterdam, de jaren 60. De gevolgen van het bombardement zijn nog steeds zichtbaar. Overal verrijst nieuwbouw en het centrum van de stad is doods en grauw. Daar moet verandering in komen, vindt de jonge kunstenaar Cor Kraat. De stad heeft kleur nodig. Dit zijn dus de beelden, dus de sfeer van de stad en van het centrum. Ja, wat het hele centrum wat natuurlijk een beetje kalig was en wat men langzamerhand weer begon op te bouwen. Er was ook een soort grauwheid en grijsheid. En dat kan je ook fantastisch zien daar op die foto op de Call Single. Daar zijn die foto's ook op uitgekozen om echt die sfeer te laten zien waarvan ik na de hand met een soort bombardement van kleur allerlei ontwerpen maakte. Wat je op voor muurschilderingen in de stad. In de jaren 70 richt Kraat met Hans Citroen en Willem van Drunen het collectief Kunst en Vaarwerk op. Met hun pop-art kunst brengen ze humor in de buitenruimte. De beeldende kunstenaars van Kunst en Vaarwerk, Hans Citroen, Cor Kraat en Willem van Drunen spelen met hun ontwerpen in op het havengebeuren. Dit ding, dan moet je gewoon zo af gaan wijken van die vin. Dan moet dat ding moet echt flappen, hè? Ja. Dat is Hans Citroen en dat ben ik. Wij hadden met elkaar gewerkt tijdens het Ongelukkig Liefde Festival. En toen merkten wij elkaar dat we heel goed samen konden werken. En ook flink er tegenaan konden gaan als het moest. En ik had namelijk, het basisidee dat we met de invalroutes van de stad iets moesten gaan doen. Dat we de identiteit van de stad via beeldende kunst meer zichtbaar moesten maken. En dat hebben we zo 10 jaar lang volgehouden. En met succes, Kraat en zijn vrienden krijgen volop de gelegenheid om in de buitenruimte aan de slag te gaan.
Nou, ik ben benieuwd of het de goklust in het Rotterdamse havengebied zal vergroten. Wat denk jij ervan? Nou, ik hoop het. Ja, hè? Ik hou wel van een gokkie op zijn tijd. Ja. Nou, we zullen het aan Van der Lauw voorstellen. Nou, Succes verder. Ja. Ga eens bij Cor kijken. Ja, doe dat, joh. Die zal wel, die zal wel met zijn handen in zijn zak staan. Ja, dat kan je hier wel gebruiken, zeg. Wat aardig aan dit is, ja, in essentie gaat het over een pot witte verf en een pot zwarte verf. Dus de eenvoud ervan, en dan krijg je dus een hele mooie werking van, ja, de dobbelstenen ken je alleen zo vanuit je hand. Dus wordt de pier nou visueel kleiner? Hè? Hoe werkt dat? Je krijgt dus verschuivingen in beleving. Kraat gaat later weer verder als zelfstandig kunstenaar. Hij ontwerpt vooral stalen beelden. Jaap Valkhof krijgt een monument voor zijn beroemde oasebar. Op het Zeemanshuis komt The Horizon. En de Delftse Poort herrijst in knaloranje. Ik had natuurlijk eerst die maquette gemaakt. Daar had ik ook een paar figuurtjes bij. En die om de maten aan te geven hoe groot iets was. Nou, toen dacht ik op een gegeven moment, het zou ook aardig zijn als ik een van die figuren in het echt op maat zou maken. Dus dan wordt werkelijkheid wordt ook weer maquette. En dan hebben we dat mannetje daar waarvan je, ja, het ziet er eigenlijk uit als een soort man met een tars die een beetje schokkend, een gemeenteambtenaar die schokkend naar het stadhuis gaat of er vandaan komt. Kraat is nog lang niet uitgeblust. Nog steeds is hij actief. Een monument voor de Rotterdamse droogdokmaatschappij. En dat ga ik proberen om dat gerealiseerd te krijgen. Dus je blijft nog steeds lekker bezig? Ja, daarom heb ik ook vanaf het allereerste moment gezegd, jongens, we gaan niet nedoen alsof ik dood ben natuurlijk. Wat krijgen al die dingen uit het verleden, dan blijft het daar maar in hangen. Weet je. Met een knipoog naar Kraats werk is de tentoonstellingsruimte van Las Palmas op de Wilhelmina Pier voor iedereen duidelijk te vinden. Na de tentoonstelling gaat deze oude tram wel gewoon naar de sloop. En de tentoonstelling start komende vrijdag en loopt tot 10 december. Radio Rijnmond besteedt vrijdagmiddag uitgebreid aandacht aan de tentoonstelling over Cor Kraat. Vanaf 2 uur wordt er live uitgezonden vanuit Las Palmas. En dit was dan Rijnmond Nieuws. Straks na het langere weerbericht het geheim van de Westkruiskade. Als je een stuk worst wil hebben, vraagt ze jou direct, hoe groot moet die worst zijn? Zo'n gek wijf, jongen. Een portret van de bevlogen restauranteigenaresse Sandra Wang Chern. En meer nieuws kunt u vinden op onze website rijnmond.nl. Nog een fijne dag verder.